Hallo en welkom bij weer een Gummy Japan Tuesday. Dit is mijn eerste. Dit is ook de eerste keer dat ik een filmpje opneem voor Kimia. Wat gaan we doen? Vandaag gaan we deze maken. Dat is een tag gemaakt met de kwal stens. En daar heb ik wat mica onder. Ook aan deze kant mica. En de mica is gekleurd met alcoholinkt. De tekst zelf heb ik gekleurd met de Distress Inkt van Tim Holtz. En vervolgens met stempels erop gestempeld. Ik ga het zo wat versneld afspelen. Anders wordt het filmpje misschien wat lang. Mochten er vragen zijn, stel ze dan gerust in de comments en dan reageer ik. Veel plezier alvast!
Nou, wanneer je tevreden bent met de lagen inkt, ga je naar de volgende stap. In principe is het heel makkelijk om de inkt aan te brengen. Ik heb een glasplaat. Ik kan het ook rechtstreeks de inkt op mijn glasplaat aanbrengen. Dan water erbij en mijn tag erop leggen. Bij dit soort kleine projectjes vind ik het altijd fijn om die te gebruiken. Omdat ik deze makkelijker aan de kant kan leggen. Terwijl er nog inkt op zit. En dan kan ik het inkt voor iets anders nog gebruiken. Of omdat deze wat makkelijker en sneller schoon te maken is. Zonder dat er dan inkt of kleur op een plek komt waar ik het niet wil hebben. Nou gaan we dan verder met de stempels. Ik heb bubbeltjes en een tekststempel. Hier gebruik ik geen blok bij. Bij de bubbels trouwens wel, bij die niet. En daar wil ik helemaal geen distress inkt. Waar is mijn watervast? Hier. Daar gebruik ik de Memento. Kan je ook de Versafine voor gebruiken. Net wat jij wil, als die maar watervast is. Wel recht. Daar zit nog wat. En ik heb hier nog wat. Hier. Nou, de bubbels heb ik gedaan nadat ik de kwallen eruit had. Dus die ga ik nu eerst uitstensen. Stansen. Kijk, ik doe de één zo en één zo. Be right back. Nou hebben we twee kwallen eruit. Dan kunnen we iets makkelijker bepalen waar we de bubbels willen. En dan zocht ik mijn kleine blokje en die kan ik niet vinden. Of ligt die? Oh, dus. En daar. En daar. Gaan we hier nog even de randjes van doen, zodat hij er net wat beter uit popt straks. En dan pakken we het plastic. Als ik weet waar ik die heb neergelegd. Dat is zo fijn als het doorzichtig is, want je ziet het niet. Moment, ben zo terug. Echt, what the fuck? Gevonden. Eerst even kijken hoe groot mijn stuk ongeveer moet zijn. Eens kijken, valt hij er zo? Hij valt er zo overheen. Dan wil ik hem er niet over het gaatje. Dus knippen we hem zo af. En dan gaan we spelen met alcohol inkt. Dat heb ik nog niet zo vaak gedaan. Dus ik doe eigenlijk gewoon maar wat.
Als je meer wil weten daarover, dan kan je wat op internet zoeken. Ik heb namelijk ook geen idee of wat ik doe, of dat goed is. Waarschijnlijk gebruik ik ook veel te veel inkt, want ik heb niet zo'n blaasding om het rond te... blazen. Het verwarmen moet je echt heel voorzichtig doen. Want we hebben het hier natuurlijk nog wel over plastic, wat we vast hebben. En dat kan smelten en krom trekken en wat allemaal nog meer niet meer. En dat willen we niet. Kijk, dit is waarom ik vaak mijn andere blokje gebruik. Au, au, au. Nog een tip, niet gebruiken met je vingers eronder. De heat tool dan. Oké, en dan plakken we hem eronder. Doe ik aan deze kant alleen het randje. En hier ga ik om de kwal heen. Nou, dan hebben we dus al een stuk. En dan gaan we door naar het volgende. Daarvoor gebruik ik het andere deel van de kwal. En ook de mica. Nou, had ik nog een stukje van de vorige. Daar kan die uit en kan hier nog één uit. Nee, net niet. Maar wel als we hier nog wat inkt doen. Voor de staart van de kwal heb ik de roze en de paarse gebruikt. En voor deze heb ik dus de roze en de gele gebruikt. Even kijken. Nou, kan die bijna wel redelijk. Hier nog een druppie paars. En dan zorgen dat die droog is voordat hij door de machine gaat.
En de tweede. Gaat die zo passen of past die zo? Zo, past die beter. En dat halen we nog een keer door de machine. Nou hebben we twee doorzichtige. Geen idee of dat goed te zien is. En dan pak ik mijn geel. En wat ik hier gedaan heb, is eigenlijk een druppel op de streng en dat er langs laten lopen. En dat doen we bij de andere ook. En ja, ik heb met alcohol inkt altijd wel dat alles eronder zit. Ik pak nu even mijn. Ik kom gewoon niet op het woord. Mijn pincet, maar die kan ik even niet vinden. Dan wordt het heel voorzichtig. Eén. En twee. Nou ga ik even de boel schoonmaken en dan kom ik terug. Oké, dan gaan we hem verder opbouwen. Dan heb ik nog één keer mijn die nodig, zodat ik hier het randje kan doen. En hier. En dan gaan we hem opbouwen. Die en die en die en die. Nou, moet wel die. Daarom moet de naald er ook altijd weer in. Dat vergeet ik best vaak. Dat is één. En dan gaan we deze eigenlijk net een beetje niet op dezelfde plek. Maar dat ze langs elkaar heen gaan. Dit kan even. Kan zijn dat het even moet drogen. En dan pakken we de andere. Eén. Zie, daarom moet hij drogen.
doen we daar ook een klemmetje om. En dan ben ik terug wanneer ze droog zijn. De mijne, die zijn droog. Nou, dat mag ik wel naar 2 dagen drogen. Ze waren al wel eerder droog, maar ik had niet eerder tijd om verder te gaan. Dan nemen we nog een stukje foam tape of van die foam vierkantjes. Die heb je ook. Heb je dit niet, kan je ook een stukje dik chipboard pakken. Een stukje dik karton. Of dan plak je 2 stukjes karton op elkaar. En dan plak je dat erop. Maar in ieder geval iets om te verhogen. Het maakt me niet uit of die er nou recht op zit. Of niet recht op zit. Het hoeft niet precies. Niet perfect. Kijk, die even een stukje omhoog. En die daar. En dan hebben we zo de tag af. Toch best wel verschillend geworden. Maar ja, het is zelfgemaakt. Dus dan krijg je dat altijd. Nog even kijken naar een lintje. Of een stukje kant. Hier heb ik een potje. Oh. Ik bewaar eigenlijk altijd alle lintjes, touwtjes, dingetjes die ook maar ergens om zitten. Moet ik hem wel open krijgen. Ja. Komt er hier een knip in? Zo. Doen we de andere ook direct. Dan kan ik deze volgens mij. Nog wat rafelen. En dan zijn ze af. Wat je nog kan doen, als je dat mooier vindt, is de achterkant nog wat papier overdoen, zodat je dit niet ziet. Ik zou dan wel een wit papiertje doen, zodat de kleurtjes er wat beter doorkomen. Dat wordt op deze manier mooier dan wanneer je een zwart papiertje doet, want dan zie je het eigenlijk niet meer. Nou, en dat was mijn eerste Gummy Japan Tuesday. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.